Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Battlefield Hardline video hier natuurlijk op de zaterdagochtend 10 uur precies. We spelen vandaag Team Deathmatch Push Chance kan zien met de M16A3. We gaan kijken of we mooie scoren kunnen gaan neerzetten, dus als je dit nou leuk vindt om naar te kijken, dan natuurlijk zoals je kaart op lijkt op Helma enorm. Als wij de enige echt, ik kan hem daar niet raken jongen. Als wij de enige echt, zullen we gaan voor 2500 lijst kunnen halen, zou ik dat alles vinden. Dus vergeet die kaart op lijkt op te rammen. En dan gaan we ons best doen. Oké, we hebben al 2 kills. De camper hebben we helaas niet, maar we hebben al 2 kills. De camper is ook down. Dankjewel, teammate. Zo hoort het te gaan, jongen. Dus we gaan ons best weer doen. Mensen die zeiden in de comments dat ik de M16A3 moest gebruiken, omdat die best wel chill is. Dus daar gaan we natuurlijk achter komen. En we gaan lekker schieten, we gaan lekker knallen. En ja, dan moet het goed komen. Dan moeten we een mooie score kunnen neerzetten. Dus kom maar op. Het is best wel een grote map, dit, voor TDM. Maar je speelt natuurlijk ook 32 tegen 32, dus het is sowieso echt chaos. Oh, snipertje, zag je hem? Het is sowieso chaos, eerste klas hier al altijd. Dus je moet altijd wel heel goed opletten. Oké, er zit hier één enemy, die probeer ik altijd te killen. Oh, kut, sniper. Heb je hem? Oké, teammate heeft hem al. Die snipers hebben nu... Oh, kut, ik zie hem, die schiet toch mis, die scheef. Zie je die scheef? Ik wist het. Holy shit, jongen, dat is een vuurbom van ons en van de enemies. Huh? Beter gaat dat ding raak. Doe het voor mij. Oh my god, dat was een perfecte fucking granaat, jongen. Ah shit, er waren er net te veel. Die granaat was gewoon mwah. Die was prachtig, jongen. Holy shit. Ik had echt niet verwacht dat hij raak ging. Maar ja, ik gooi hem gewoon, dan zie ik het vanzelf wel. En hij ging raak. Hey, dan heb je een kill erbij. Wat alleen maar mooi is. We moeten heel goed uitkijken voor die snipermessen, want die... Die schiet die in één kogel dood, dat ze natuurlijk een headshot maken. Als ze geen headshot maken, krijg je een hitmark, maar dan ben je alsnog bijna dood. Dus dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Bijna doodgaan of helemaal doodgaan, je wil het allebei niet. Zo, dit wapen is inderdaad sterk, jongen. Holy shit. Kill assist, lekker. Oh, kut. Zit er een recht tegenover me? Ik wist het! Ik wist dat hij er zat, alleen hij lag achter het heuveltje en er stonden heel veel enemies daar nog achter. Dus ik kon hem helaas niet killen, man. Ik wist dat hij er lag. Maar ja, dat was, het was te proberen. Dat heuveltje zat in de weg. Volgende keer beter. Er zitten wel heel veel snipers op die berg, joh. Dat is niet normaal. Die snipers moeten we even in de gaten gaan houden. Ik kan mijn ding wel op zich op één kogel schieten. Oké, nu schiet ik één kogel per keer. Dat is een sniper. Nu schiet ik één kogel per keer. Misschien gaat dat even wat makkelijker. Oké, dat gaat helemaal niet makkelijk, want dat kan ik niet. Ik kan dat niet. Shit, dat had ik niet moeten doen. Ik zet er wel weer op automatisch. Want één kogel per keer schieten is wel leuk voor lange afstanden. Maar als er eentje recht tegenover je staat, dan ben je niet de lul. Dan ben je kaartenlul. Dus dat doen we ook niet meer. Het was te proberen, maar dat doe ik niet meer. We moeten nog 300 kills maken, dan hebben we gewonnen. Het gaat altijd vet lang door in Battlefield, wat alleen maar chill is. Maar ik wil eigenlijk even om dit plantje heen lopen. Om dit bosje heen lopen. Ja, one over here. Ik weet niet of ik nog verder om kan lopen. Nee, maar dat is teamwork, hè, teammate. Dat is teamwork, maat. Dat is fucking harde teamwork. Lekker dan. Komt er even voor me. Lekker jongen, GG jongen, ik was aan het reloaden, lekker gedaan. Goed gedaan man. Kijk uit, komen er meer naar je toe. Never mind. Ik was scheef, ik moet hier weg. Komt er nog een teammate die moet jou pakken? Never mind, er komt er nog een. Ik ga even achteruit. I hit one of them. Hij zit daar nog, hoor. Ik weet niet of die er nog zit. Ik loop er heel langzaam op af, want ik vertrouw het voor geen ene zak. En dat was maar goed ook. Dat was maar goed ook dat ik er langzaam op af ging. Smack.
Med kit over here! Ja, we gaan hard. Oh, wat? Via waar? Oh, die zag ik niet. Ah, shit, via het midden. Nice, via het midden. Ja, kut, daar kan ik geen rekening mee houden, want dat is veel te ver voor mij. Shit, via het midden, man. Woe, we beginnen wel van lekker daar, als ik eerlijk ben. Oh, we beginnen wel van lekker daar. Ik sta nu alweer 12 in mijn team, terwijl ik net ben ingekomen. Maar ik ben later ingespannen, dus ik vind het wel lekker gaan. Ik ga via het midden rennen, man. Ik wil even die sniper nu pakken ook. Het midden is altijd risico, want dan zitten ze altijd te cammen met de snipertjes, dus... Ik probeer er een beetje langs te lopen, maar ja, je weet niet waar ze te campen. Oh, zit hier die snipers? Oké, okay, lekker, SS count skill. Here comes one. Holy fuck, wat doe jij daar joh? Gekke camper. Auw, kut! Ah, voor me! Ik wil heel graag, zal ik een sniper pakken? Zal ik een sniper pakken? Zo, ik, fuck it, ik ga terugsnipen. Ik ga terugsnipen. Jij van, gaan het proberen. Je moet er rekening houden met de bullet drop in deze game. Maar we kunnen dat. Wacht, we gaan even sniper pakken, ja? Fuck it. Welke sniper heb ik aan? Scout sniper. Oké, okay, fuck it. We gaan het proberen. Ik vrouw even of dit een goed idee is, maar we gaan het gewoon proberen. Ik vind het leuk. Oh, wat heb ik een scheidskoper op, joh. Jezus. Ik heb al vet lang niet gesniped in deze game, dus ik ben benieuwd. Als we één kill kunnen pakken, vind ik het eigenlijk wel goed. Ik ben niet de camp sniper bij de week, ik ren er gewoon op af. Ik moet heel goed scouten nu, man. Oké, okay, ik moet. Ik ben naar Call of Duty gewend, man, dat zie je ook wel. Op zich schiet ik best wel raak, dat is goed. Fucking hitmarkers. Ik sta veel te dichtbij, jongen. Ik stond veel te dichtbij. Je moet op het hoofd schieten, anders krijg je een hitmarker. Dus ik moet even wat rustiger spelen met die sniper. Ik ben Call of Duty gewend, man. We rennen zo hard in. Maar ja, dat kan natuurlijk in deze game niet echt. Iets rustiger spelen met die sniper, dan kunnen we ze pakken. Want we kunnen wel aimen, namelijk. Catch. Ik heb hem getagd. Got this guy. Echt rekening houden met dit bullet drop, jongen. Suspect sighting. Yep. Oh, joh, die vet op geluk. Suspect in my sights. Ah, ik moet ietsje hoger schieten, man. Lucky bastard dit is. Ah, net, ik moet hoog schieten. Ik moet iets hoog schieten. Zo ja. I brought down a suspect. Hit, ik schiet zoveel hitmarkers, man. Gap one here. Het shit aan die hitmarkers is dat ze dan al bijna dood zijn. Dus, tada. Dan hoef je daarna geen hit, dan hoef je daar niet meer in het hoofd te schieten. Dan zijn toch al bijna dood. Oh joh, hij ging net de trap te omlaag. Suspect down. Gap one sight. Welkom bij snipe in Battlefield, jongens. Ah, lucky. Oh, oké, okay, nu word ik gesniped via links. Via links, via links. Ik word teruggesniped, man. We got a sniper. Ik moet hier weg, ik moet hier weg. Doe de ballen. De ballen! I need a medkit. Yo, yo, yo. Ze lopen nu boven me, man. Ze zitten serieus. Ze zitten serieus boven me nu. Ah, fucking mongol. Gaat hij weg? Het zijn zulke pussies altijd, die snipers, man.
die voor je. Teammate is dood, teammate is dood, teammate is dood. Ik weet niet eens wat wapen ik vast heb als secondary. Oké, dat is een G18. Ik moest even kijken wat wapen het was, ik ging gewoon schieten. Oh, lucky bastard. Ik ga even op onderzoek uit, jongens. Weer even zin om te rennen, dus we gaan weer even rennen. Oh, naast me. Ah, kut. Oké, we zijn weer klaar met snipen. Ik vind het weer mooi geweest. We moesten even onze snipen pakken. Was even leuk, maar ik ben nu mijn geduld kwijt. Dus ja, met snipen kan je er niet op afrennen. Dus vandaar. Dus we pakken weer een normaal wapen. Het was even leuk. Ik heb even genoten van het snipen. Maar nu gaan we weer terug naar de M16A3. We gaan er weer op afrennen. Also, ik heb zoveel hitmarks geschoten, jongen. Daar heb je helemaal niks aan verder. Doei. Maar het is wel veel leuk om te snipen. Ik ren ook zo hard op af altijd, jongen. Dat is zo niet slim om te doen in deze game, maar ja. Ik heb er altijd pure. Kijk, hij zit hier. Oh, hij kon niet hipfire. Hij kon niet hipfire. Ik heb wel een SS count skill. Ik had een 84 hit, alleen mijn hipfire kogels laat. Oei, ging niet raak. Die schaart hipfire, ging niet raak, jongen. Die kan ik hem niet killen, hè. We moeten nog 50 kills maken en hebben we gewonnen. Oh, ik had een 87 hit, jongen. Wat een fucking... Waar ben je? Wat een beast mode. Ik revive de miss, jongen. Wat een held ben ik ook. Wil ik iemand revive en revive ik hem niet, loop ik gewoon door. Zo revive je niet iemand, jongens. Even dat ik het weet. Daarna doe het. Dat ding is veel te hoog volgens mij. Ja, jammer, dan heb ik een noobshoot machine. Rot op, jongen, dat ding. Motherfucker. Ik zag hem. Hij zit daar, hij gooit nu een granaat, die gaat mis. En ik ben dood. Kut, jongen. Ja, ze kwamen met z'n allen af. Die linkerkant daar is echt druk, gek. Kijk, hij zit in dat riool, dat wist ik al. Ik wou hem nog killen, maar ja. Toen kwam er al iemand anders aan rennen, dan gaat het me niet meer lukken. Kevino, de slome loper. Nog 9 kills, we hebben dit, 8 kills, we hebben dit gewonnen. Het is klaar. Het is over. En het is uit. We hebben gewonnen. Woehoe! 36 om 10 als eindscore. Lekker potje gespeeld. Ik joinde wel iets later. Want ik joinde toen dat de kills al op 200 stonden. Dus ik heb maar 400 kills mee kunnen spelen. In plaats van de volle 600. Maar als je kijkt naar het scorebord. Sta ik gewoon vierde in de leaderboards. Zo doen we dat. Bedankt voor het kijken. Vergeet jullie niet te liken. Tot de volgende keer, mensen. Bye bye.